Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag wil ik het gaan hebben over de dag nadat je te veel gegeten hebt. Door een feestje, een partijtje, een verjaardagje, een etentje. Door wat dan ook. Je wordt wakker en je denkt, oh, ik had gisteren zoveel gegeten, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. En de reden waarom ik het daarover wil hebben is omdat ik denk dat heel veel vrouwen, waaronder ik zelf voor een hele lange tijd, die dag heel erg extreem gaan compenseren. We skippen het ontbijt, we gaan knijterhard sporten, we gaan... We gaan of heel rigoureus proberen dat ene etentje helemaal weg te werken. Of we gooien gelijk het pijltje erbij neer. Want dat heb ik ook heel vaak gedaan. Van, en nou is het verpest en nou doe ik het toch al niet meer. Dus ik kan net zo goed gewoon mezelf helemaal vol blijven proppen. Werkt natuurlijk ook niet. Want we hebben doelen. Want we willen fitte moeders zijn, gezonde moeders zijn. We willen strak de zomer in strakjes. Dus in deze video wil ik het toch even bespreekbaar maken. En ook aangeven wat ik zelf ondertussen nu doe. Als ik een etentje heb gehad of wat dan ook, waarbij ik niet heb gelet op wat ik heb gegeten, hoeveel ik heb gegeten, misschien zelfs een glaasje wijn of twee erbij heb gehad. Dus wat ik dan de dag daarna doe, let's go. Ten eerste, als ik ook maar iets van alcohol heb gehad, een wijntje of wat dan ook, zorg ik dat ik de dag daarna wel voldoende drink. Dus ik zorg wel dat ik aan mijn 3 liter vocht kom die dag. Puur om het allemaal een beetje weer gezond en fit te laten voelen. En je lichaam de vloeistof te geven om het ook allemaal weer te verwerken. Ik ga die dag ook niet op de weegschaal staan. Want je weet dat je door alcohol, door zout, door gewoon de hoeveelheid eten die je binnen hebt gewerkt, sowieso al zwaarder bent. En het geeft geen realistisch beeld van hoeveel je daardoor bent aangekomen. En het maakt op zich ook niet uit. Want als je de nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen gewoon aanpakt, dan is dat ene etentje echt niet noemenswaardig voor de weegschaal. Dan maakt het uiteindelijk voor de hele week gezien of de hele maand gezien niet uit. Eén maaltijd gaat je niet laten afvallen tot het gewicht dat je wil. Want die ene maaltijd heeft je ook niet zoveel laten aankomen dat je je oncomfortabel gaat voelen in je eigen lichaam. Dus dat gaat niet uitmaken. Als je gewoon inderdaad oppakt, ga je jezelf er niet laten ontmoedigen door het nummer op de weegschaal. Als je denkt van jeetje, ben ik naar 3 kilo aangekomen. Dus vooral volgt. Het is vooral gewoon extra volume in je buik. En dat trekt over de komende paar dagen echt wel weg. En als je inderdaad gewoon weer oppakt, dan weeg je waarschijnlijk een week later gewoon veel minder als wat je nu doet. Dus ik ga dus niet op de weegschaal staan. Ik drink voldoende vocht. En wat ik voor mezelf wel probeer, is in ieder geval die dag een van de trainingen die ik gepland had voor die week eruit te gooien. Niet per se om die calorieën te veranderen, maar puur om mijn zinnen te verzetten en mijn mindset weer goed te krijgen. En het voelt fysiek ook beter, want vaak ben je opgeblazen, voel je je eigen sluggish. Je houdt inderdaad dat extra volume vast. En door te bewegen is het makkelijker om uit die negatieve situatie te komen. Dus niet zozeer om die calorieën te veranderen. Ga ook niet meer sporten, ga niet extra cardio doen. Ga niet in één keer 2 uur krachttraining doen in plaats van 1 uur. Houd het gewoon zoals je het altijd zou doen. Dat is eigenlijk de key van dit verhaal. Pak de draad gewoon weer op. Doe wat je altijd deed als je wilde afvallen. Hou je weer aan je calorieën. Drink voldoende vocht. Ga op tijd naar bed. Sport lekker. Pak de draad weer op. Ga er niet bij de pakken neerzetten. Ga niet denken van 1 maaltijd heeft het gelijk verpest. Want logisch gezien weten we allemaal dat het niet zo is. Maar ga ook niet extreem doen. Ga ook niet 2 uur lang de sportschool in. En sla je ontbijt en je lunch over. En neem voor avond eten alleen maar een soepje. Want dat is ook niet gezond. Dan krijg je de dag daarna nog meer honger. Waardoor het nog moeilijker wordt om de drang naar eten te weerstaan. Gewoon weer lekker de draad oppakken. Doe normaal. Dan kom je er vanzelf. Dat is een beetje de moraal van dit verhaal. Laat je eigenlijk niet gek maken. Doe het gewoon niet. Dus ik ga de dag daarna ook wel rekening van, joh, ik weet dat ik me eigenlijk nu niet goed voel omdat ik gisteren te veel gegeten heb. Ik ga lekker water drinken. Ik plan mijn training in. En ik ga gewoon lekker calorieën tellen. En ik ga vooral niet op de weegschaal staan. Gewoon weer even een paar dagen draad oppakken voordat we dat weer gaan doen. Dat je zeker weet dat je niet ontmoedigd gaat worden daardoor. En we gaan gewoon weer verder. Dat wilde ik even met jullie delen. Vooral omdat ik om me heen hoor dat heel veel vrouwen daar toch wel moeite mee hebben. En dan de handdoeken erin gooien. Dat zou zonde zijn. En ik hoop dat jullie wat aan deze video gehad hebben. Als jullie zelf een tip hebben van hoe jullie omgaan met een dag. Of wat jullie doen om dat etentje weer een beetje los te kunnen laten. Of daar weer gewoon de draad op te kunnen pakken. Laat het in de comments beneden. Als je dit soort impromptu video's leuk vindt, geef dan even een duimpje omhoog. En dan zie ik je in de volgende video. Doei!